Ja, vroeger, als je jongeren van 15 tot 30 ongeveer op hun telefoon zag, fietsend of wandelend, ja, dan kon je er vergif op innemen dat ze aan het WhatsAppen of aan het Twitteren waren. Ja, maar nu zit iedereen, ook ik hier, Pokémon, aan de Pokémon Go. Rattata gevangen. Toch mooi. I wanna be the very best, like no one ever was. Even een uitleg voor de mensen die geen idee hebben waar het over gaat. Dit zijn Pokémon. En er zijn er 150 verschillende van. De een zeldzamer dan de andere. Het zijn virtuele beestjes die in Nederland sinds 1999 op televisie zijn. In een tekenfilmserie die zelf ook razend populair was. De beestjes werden in de serie gevangen door professionele Pokémon trainers. Maar nu kan, met een nieuwe app, iedereen een Pokémon trainer zijn. Je zoekt de beestjes op in het echte leven en dan kun je ze vangen met je telefoon. En dat doen duizenden en duizenden Eindhovense jongeren ook. Jij bent ook lekker aan het spelen, zie ik. Ja, klopt. Ja, ik ben even lekker rond aan het lopen. Ik was toevallig even bij mijn oma op bezoek. Net in de stad geweest, hartstikke druk daar. Ja. En zit er nog wat? Want dan kom ik even naast je zitten en dan vang ik er ook een paar. Wat zit er? Ik lopen, heb ik een Jigglypuff afgevangen. Oh, top. Dus, nou, ja. Die ga ik ook even vangen. Heb je er al veel? Moet ik even kijken hoeveel ik er heb. Ik zou het niet weten. Even kijken. 43. Nou, dat is best netjes. Ja, ik ben ook al 2 dagen aan het spelen. Lekker met de fiets, rond het fietsen. Ja. Dus lekker weer. Wat is er nou zo leuk aan voor jou? Oh ja, Jigglypuff hebben. Ja, check. Nice. Ja, wat is er zo leuk aan? Ja. Gewoon, je bent bezig, je bent buiten, met vrienden. Je kan een beetje laten zien, ja, kijk wat ik heb. En je kan vechten, de battles in de gyms. Het is wel grappig, want je zit niet op de bank en zo. Je zit buiten en zo. En dan ga je fietsen bijvoorbeeld en dan kan je Pokémon vinden. En dan vang je ze gewoon. Het is gewoon een beetje nostalgie van vroeger uit. Je bent gewoon mee opgegroeid eigenlijk. Dus vandaar dat je het gewoon leuk vindt eigenlijk. Ja. Welke wil je nou het liefst nog vangen? Oh, ik zou het echt niet weten. Ik weet niet of er een Entei in het spel zit, maar dat zou dan degene zijn die ik echt wil hebben. Ja. Bij mij is het ook de Ferro, omdat moet je hem eerst evalueren en zo. En we hebben hem zeg maar zonder te evalueren gevangen en mijn Pidgeot, zeg maar. Toch kan het ook gevaarlijk zijn en hebben bedrijven er last van. De jongeren zelf zien die gevaren ook wel. Maar het is wel, je moet wel oppassen, want met fietsen en zo. En gewoon lopen, want fietsen kan ook soms gevaarlijk zijn als een auto is. En gewoon goed opletten, dan is het spel verder leuk. En een item over Pokémon kan alleen maar eindigen zoals de tekenfilm ook altijd eindigde. Stukje Pokémon rap naar de mensen toe. Catch em all, gotta catch em all. Articuno, Jinx, Nidorina, Beedrill, Haunter, Squirtle, Chansey, Pokémon, Parasect, Execute, Muk, Dugong, Johto, Lapras, Vulpix, Rhydon.